Wat maakt een goede dubbelaar? Wat voor eigenschappen heb je daarvoor nodig? Een dubbelstaart bestaat natuurlijk uit een aantal verschillende facetten. Een stukje kracht, explosiviteit vooral. En daar zit ook nog wel een stuk touch in en overzicht. Is eigenlijk een heleboel, maar dat is badminton sowieso. Single en dubbel is daar vrij gelijk. Ja. Maar een dubbelaar staat vooral bekend als explosief. Aardig wat power. En om dus ook met de snelheid om te gaan over de baan, maar ook met de snelheid van de shuttle. Ja. Wat zijn eigenschappen van een goede dubbel? Dan zeg ik, het moet klikken met elkaar. Je moet elkaar goed kunnen aanvoelen. En niet dat je continu maar regeltjes hebt van oh, nou moet ik dit doen als hij dit doet, ik moet zus en zo. Het moet vrij makkelijk gaan en soms moet het gewoon echt dat je bijna van elkaar weet van oké, hij denkt nu zo, dus dan ga ik dit doen. En als dat er is, dan heb je echt een onwijs goede dubbel. En dan heb je ook een hele leuke dubbel om naar te kijken en om goede resultaten neer te zetten. En ja, dat zijn echt wel facetten die een dubbel echt heel goed maken. En een dubbele. Je traint ook alleen met elkaar? Nee, je traint niet eens per se met elkaar. Het is ook af en toe goed om niet met elkaar te trainen, want dan leer je ook weer even anders te denken en dan zie je ook wat een andere dubbelaar vooral doet. Dus dan moet je je ook weer zelf weer even aanpassen. Het gaat gewoon in een dubbel is het echt puur aanpassen. Je draait om elkaar heen en je hebt niet altijd zelf in de hand wat je gaat doen, want ja, je dubbelpartner slaat ook een shuttle natuurlijk. Ja. Maar als je daarin een goede balans kan vinden van ja, wanneer hij dit doet, nou dan ga ik dit doen. Als dat er gewoon standaard in zit, dan heb je echt wel een hele leuke, een goede dubbel. Oké. Dankjewel.